allemaal projecten en werkgroepen steunt Tilburg, de bevolking daar. Ze hebben het daar heel hard nodig. Tilburg meets Nicaragua. Hè? Tilburg meets Nicaragua. Ja, ja, al 25 jaar. Oké. Okay. Hoe lang bestaat die stedenband trouwens al tussen Tilburg en Matagal? 25 jaar. En de band is een prachtige samenwerking met ook mensen daar. Met een aantal mensen horen ook hier inmiddels van de Nicaraguaanse gemeenschap. Ja. En ze hebben een prachtige wagen gebouwd, mooi kop. En de kleding is natuurlijk ook heel bijzonder. Het is heel mooi uitwisselingsbed, vooral ook op scholen in Tilburg. Waar heel veel wordt kennis gemaakt met Nicaraguaanse cultuur. Ja. Zijn er meer stedenbanden tussen Tilburg en andere plaatsen in de wereld? Ja, we hebben een aantal stedenbanden met steden in Tanzania, in Polen. Ook in Nicaragua. En het is heel bijzonder om te zien dat daarmee hele mooie nieuwe initiatieven en samenwerkingen ontstaan. Ja. En hun bijdrage aan de federatie. Ik kan me voorstellen dat het soms ook eenrichtingsverkeer is. Hè? Jullie kunnen waarschijnlijk financieel heel veel betekenen voor een stad, een Tanzania of een dorp. Maar kan Tanzania ook iets voor jullie betekenen? Niet dat dat altijd nodig is, hoor. Nee, soms, nou hier zie je met deze Midden-Amerikaanse cultuur kunnen wij wel heel veel van leren hoor. Dus ik vind ook wel dat wij er heel veel van terugkrijgen. Dus dat is soms moeilijk, maar zeker met deze stedenband zie je dat we ook heel veel echt uitwisseling hebben. Dat is echt wederkerig.